grote pomp gevaren. 300 jaar bij dag en nacht mens en dier terwille geweest. Onder kou en bij hitte, bij regen en bij wind, altijd verraad, zelfde rust, nou heb zelfde rust al die terug. Wie in 1650 de Waal over wilde, was aangewezen op kleine veersloepen. Dat waren eenvoudige roeibootjes, waarmee alleen voetgangers en een enkel paard vervoerd konden worden. Koetsen en karren gingen op een grotere schouw. Daarop kon één rijtuig met paarden en enkele koeien overgezet worden. De schouw werd bediend door meerdere pontgasten en de kleine veerschuiten door veerschippers. Van oudsher woonden de veerlieden in Lent. 'S Morgens vroeg, nog voor de kraampoort openging, moesten er minstens 2 veerschuiten aan de Nijmeegse kant liggen om vroege reizigers naar Lent over te kunnen zetten. Dat de veerschuiten 's nachts onbeheerd aan de Lentse kant lagen, werd gezien als een erg hoog risico. De vijand die de stad wilde binnenvallen, kon zo wel heel gemakkelijk aan bootjes komen. Dus werden daarom vanaf 1644 de veerschippers verplicht om zich in Nijmegen te vestigen en hun veerschuiten 's nachts ook aan die kant aan te meren. Ook de schouw kwam aan de Nijmeegse kant te liggen. Huizen aan de Waal die leeg kwamen, moesten aan de veerschippers verhuurd worden. Voor elke overtocht moest natuurlijk veergeld betaald worden en dat leidde vaak tot onaangenaamheden. De veerschippers en pontgasten hadden een heel slechte reputatie. Het regende klachten over afzetterij en onwillige behandeling door de veerlieden. Mede daarom werd er in 1648 al serieus nagedacht over een vaste oeververbinding, een brug over de Waal. Er werd een commissie benoemd die moest onderzoeken of zoiets mogelijk was en wat het zou gaan kosten. Het rapport viel niet gunstig uit. Als het technisch al mogelijk was, dan zou een vaste brug over de Waal onbetaalbaar worden. Dus bleef het bij het oude pontsysteem. In 1648 nog werd er een nieuwe veerpont opgeleverd, die op de oude manier met roeispanen voortbewogen werd. Maar plotseling, als uit het niets, op 28 februari 1657 komt hopman van de burgerwacht Hendrik Heuk met iets heel nieuws. Een gierbrug over de Waal. De gierbrug is een enorm grote veerpont die het mogelijk maakt om 600 mensen of 60 paarden in één keer van de ene kant van de rivier naar de andere kant over te zetten. En dat alles zonder gebruik te maken van mankracht of windzeilen. Deze veerpont beweegt heen en weer door louter de kracht van de stroming van de rivier. Meer niet. Binnen 8 weken, op 30 april 1657, is deze nieuwe gierbrug in Nijmegen al in werking. Het systeem werkt meteen perfect. Dat zoiets mogelijk was, moet destijds toch totaal onvoorstelbaar zijn geweest. Zelfs nu nog is het maar lastig te begrijpen hoe dat systeem eigenlijk precies werkt.
De twee geschakelde smalle boten zijn bevestigd aan een zeer lange kabel, het giertouw. Het uiteinde van dit giertouw is aan de bodem van de Waal verankerd. Door de sterke stroming kan de gierbrug niet anders dan met de stroom afdrijven. Maar omdat hij verbonden is aan het geankerde giertouw, kon de gierbrug niet meer dan een cirkelboogbeweging heen en weer maken. Om die cirkelvormige beweging op een gecontroleerde manier in gang te zetten, is meer nodig. Allereerst twee extra grote roeren. Elke boot heeft er één. Hun richting moet identiek zijn. Door de stand van de roeren kan de gierbrug al enigszins de gewenste richting opgestuurd worden. Maar lang niet genoeg om de hele rivier over te kunnen. Daarvoor is iets heel anders nodig. Een noviteit. Het gebind. Het gebind bestaat uit twee hoge staanders. Ze staan vooraan op de gierbrug, op elke boot één. Bovenaan zijn deze twee staanders onderling verbonden door twee stevige bindbalken. Het giertouw ligt op de onderste bindbalk en kan horizontaal vrij bewegen. Deze balk is afgerond en goed ingevet, zodat het giertouw soepel heen en weer kan glijden. Met behulp van een lier kan het giertouw aangespannen of juist gelost worden. Door het aanspannen of lossen van het giertouw komt de gierbrug schuin in de stroming te liggen. Dat is essentieel om in beweging te komen. Het water moet om de gierbrug heen. De ideale hoek is ongeveer 45 graden. Door de stand van de gierbrug ten opzichte van de stroomrichting wordt een deel van het water sterk afgebogen. De gierbrug oefent daardoor een kracht uit op het water en komt in beweging. Aanvankelijk langzaam, maar steeds sneller. Hij giert op het water. Tijdens de oversteek moeten de roeren voortdurend bijgesteld en het giertouw regelmatig aangespannen of gelost worden, zodat de gierbrug de ideale hoek ten opzichte van de stroming behoudt. Tijdens de hele oversteek glijdt het giertouw langzaam, maar soepeltjes, van de ene kant van het gebind naar de andere kant. Er zijn 8 vaarlieden nodig om de gierbrug te bedienen. De gierbrug was in het begin van de 17e eeuw hier en daar al in gebruik. In 1639 was er al sprake van een gierbrugge die van Keulen naar Mullum gebracht werd om daar over enige regimenten op de Belgische zijde te doen marcheren. Over het algemeen werd de gierbrug alleen ingezet voor militaire transport. Hendrik Heuk was de eerste die dit systeem voor algemeen gebruik heeft toegepast. Dankzij Heuk heeft Nijmegen eeuwenlang een perfect werkende veerpont gehad. Dat is zonder meer zijn persoonlijke en grootste verdienste. In de loop van de jaren wordt de gierbrug voortdurend aangepast. Het giertouw wordt een ketting en later een stalen kabel. Aanvankelijk ligt het giertouw op 6 of 7 bootjes. Later komt die onder water te liggen. In de 19e eeuw worden de houten schepen vervangen door ijzeren. Maar wat er ook verandert, het principe blijft altijd ongewijzigd. De gierbrug is onvermoeibaar en krijgt dan ook de vanzelfsprekende naam zelden rust. In 1923 wordt de gierbrug vervangen door een schroefmotorpont. Al snel komt er een tweede. Op drukke dagen ligt er aan beide kanten van de rivier dan een motorpont, zodat de overzetfrequentie opgevoerd kan worden. Dat scheelt al iets, maar de wachttijden blijven lang. De pont is meestal overvol. Al die auto's, paard en wagens, fietsers en voetgangers moeten zo snel mogelijk van dek om plaats te maken voor een nieuwe lichting.
Met de almaar toenemende verkeersdrukte wordt de wachttijd voor de veerpont steeds langer. In 1936 zijn er 4 motorponten, waarvan 3 continu in bedrijf. Zelderust 1, 2 en 3. In 1935 komt daar de Zelderust 4 nog bij. Dat is de grootste. Maar zelfs dan nog kunnen de wachttijden oplopen tot 1,5 uur. Per tocht kunnen maximaal 15 auto's vervoerd worden. Als er vrachtwagens meegaan, nog minder. Er moeten ook honderden voetgangers en fietsers overgezet worden. Op de kade staat altijd een ontmoedigende lange stoet reizigers op hun beurt te wachten om te worden overgezet. Uit een willekeurige telling op zondag 18 augustus 1935 blijkt dat die dag 1270 auto's, 190 autobussen, 324 motoren, 4047 fietsers en talloze voetgangers met de Zelderust worden overgezet. Hoewel alles in de loop van de jaren flink gemoderniseerd en aangepast wordt, voldoet de veerpont op geen enkele wijze nog aan de eisen van het moderne stadsverkeer. De gloriedagen van de veerpont zijn definitief voorbij. Er moet wel een verkeersbrug komen. Uiteindelijk is iedereen het daar wel over eens. Wie maar enigszins kan, mijt Nijmegen. In 1936 wordt de nieuwe brug in gebruik genomen. De avond daarvoor was de gierpont al op ludieke wijze ten graven gedragen. De begrafenis was opgezet door studentenvereniging Carolus Magnus en die had het groots aangepakt. Een zwart gedrapeerde sleperswagen, getrokken door 6 zwarte Luxemburgse hengsten, vervoerde een verkleind houten model van de Zelderust naar zijn laatste rustplaats. Voor de lijkkoets uit liepen de aanzeggers en de doodbidders met hun steken en hoge hoeden. Al deze mannen hadden grote papieren neuzen, een rond brilletje en een snor, wat de toon van deze begrafenis natuurlijk meteen zette. Dit was scherts. Hendrik Heuk, in zijn 17e eeuwse kleding, liep snikkend achter de lijkwagen. Hij werd ondersteund door een hedendaags hoogwaardigheidsbekleder die het ook al zo moeilijk had. Beiden met een enorme witte zakdoek om de tranen te stelpen. De grote markt, bij de waag, werd even halt gehouden om te luisteren naar de lijkrede uitgesproken door de voorzitter van de Waalcommissie, meester Karel Weven, die in onvervalst Nijmeegs de veerpont herdacht. 300 jaren heeft de pont gevaren. 300 jaren bij dag en nacht mens en dier ter wille geweest. Onder kou en bij hitte, bij regen en bij wind, altijd paraat, zelden rust. Nou heb zelden rust, altijd rust. Er stonden honderden mensen langs de kant van de straat, die allemaal vreselijk hun best deden om zo hard mogelijk te huilen, wat niet meeviel door alle plezier dat ze hadden. Het leek wel of niemand echt om het heengaan van de Zelderust kon treuren. De tocht eindigde op de wedren, waar de veerpont onder gejuich en in polonaise in brand werd gestoken. De middenstanders van de Grote Straat en de Waalkade zien helemaal niets in de komst van de brug. Als de brug er eenmaal is, zal geen mens van buiten de stad nog in hun winkels komen en is het klaar met hun handel. Maar ook de machinisten, dekknechten en losse arbeiders die voor hun broodwinning afhankelijk zijn van de Zelderust, komen nu zonder werk en inkomsten te zitten. De tranen die zij huilden waren oprecht en bitter.
De studenten van Carolus Magnus hadden best eens aan die mensen mogen denken bij het organiseren van hun ludieke feestje. Het is een verloren zaak. Zoals verwacht loopt de klandizie in de grote straat en in andere delen van de benedenstad met de komst van de Waalbrug pijlsnel terug. Het zou niet lang duren of heel veel winkels en cafés in de benedenstad moesten de deuren sluiten. De komst van de Waalbrug betekent het einde van de middenstand in de grote straat. Maar ook de middenstanders in Lent krijgen het zwaar te voortduren. Ook zij zien hun klandizie in één klap verdwijnen. Samen met de vereniging Benedenstadsbelang beginnen zij in augustus 1936 een eigen veerdienst. Zij kopen een 3 jaar oud pontje in Rees in Duitsland. Daarop kunnen zo'n 50 mensen. Er worden nieuwe, kleine aanlegstijgers aangelegd. En het pontje is van 7 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds in bedrijf. Het krijgt de naam Benedenstadsbelang en is alleen bedoeld voor fietsers en voetgangers en heeft een sterk toeristisch karakter. Zowel de middenstanders in de grote straat als de middenstanders in Lent hopen zo nog voldoende klanten binnen te krijgen. Ook de Zelderus 3 is nog steeds op de Waal te vinden. Niet meer als veerpont, maar als rondvaartboot. De Zelderus 3 is hiervoor feestelijk versierd. Er is muziek aan boord en ook een buffet. 5 maal daags kan er een pleziertocht van zo'n 1,5 tot 2 uur gemaakt worden. Aanvankelijk is er veel belangstelling voor beide toeristische attracties, maar na enkele maanden is de lol er alweer af en blijven de bezoekers weg. Zowel pontje als rondvaartboot blijken niet levensvatbaar en worden uit de vaart genomen. In oktober 1936 worden de veerponten Zelderust 1, 2 en 3 te koop aangeboden, inclusief alle brugpontons. Alles wordt opgekocht door scheepswerf Jonker en Stans uit Hendrik Ido Ambacht. De Zelderust 1 en 3 worden omgebouwd tot vrachtschepen en komen in het IJsselmeer terecht. De Zelderust 2 wordt verkocht aan de stad Inverness in Schotland, waar hij onder de naam Black Isle wordt ingezet als veerpont. Ditmaal over de Ness, die rivier die ontspringt in het bekende Loch Ness. En dan is er nog Zelderust 4. Die werd amper een jaar voor de opening van de Waalbrug in dienst genomen en was gebouwd door scheepswerf Verhali in Gent. De gemeente betaalde daar 35.000 gulden voor. Bij de koop werd vastgelegd dat na de opheffing van de veerdienst in 1936 Verhali de pont terug zou kopen voor 9.000 gulden. De Zelderust 4 is maar 10 maanden in dienst geweest. Maar toch, zelfs bij een afschrijving van 2600 gulden per maand, werd er nog volop verdiend met deze vierde pont. De Waalbrug wordt op 10 mei 1940 opgeblazen door de Nederlandse genie, maar toch houdt dat de Duitsers niet tegen. Die hebben allerlei andere manieren om de rivieren over te steken. Op 18 mei ligt er alweer een nieuwe tijdelijke brug tussen Lent en Nijmegen, een pontonbrug. Deze pontonbrug
ligt in het verlengde van de voormalige aanlegsteiger van de Zelderrust, die 4 jaar eerder met zoveel fanfare uit de vaart genomen was. Binnen 3 weken, op 1 juni, wordt de pontonbrug alweer weggehaald. Alle autoverkeer vanuit Arnhem wordt nu omgeleid via Emmerich en Kleef. Dus het opblazen van die bruggen heeft maar heel weinig effect gehad en veroorzaakte voornamelijk enorm veel ongemak voor iedereen die Nijmegen in en uit wilde. Voetgangers en fietsers kunnen vrij snel alweer met kleine motorboten overgezet worden. Binnen enkele dagen komt daar een motordekschuit bij, de Maria, een voormalige grind- en zandschuit uit Huissen. Deze schuit kan wel veel voetgangers en fietsers vervoeren, maar geen auto's en boerenkarren. Nijmegen kan niet meer terugvallen op de Zelderrusten. Dus moet er naar andere veerponten gezocht worden. Erg gemakkelijk is dat niet, want nu er in heel Nederland zoveel bruggen opgeblazen zijn, is de vraag naar veerponten heel groot. Maar toch nog vrij snel wordt er een redelijk grote pont gevonden. De reservepont van Gorkum. Lang zo groot niet als de Zelderrust. Maar hierop kunnen in elk geval wel auto's vervoerd worden. De Gorkumse stoompont krijgt hier in Nijmegen natuurlijk meteen de naam Zelderrust. Uit sentimentele overwegingen. Ook komt er een tweede veerpont. 2 grote dekschuiten waarover een houten vloer gelegd is. Dit geïmproviseerde veer wordt door een sterke sleepboot de Waal overgetrokken. Op 13 juni 1940 zijn beide veerponten volop in dienst op de Waal. Nu is het, zij het op primitieve wijze, weer mogelijk om naast fietsers en voetgangers ook auto's en boerenkarren over te zetten. Maar de wachttijden zijn nu wel extreem lang. Er wordt nog overwogen om 1 van de 2 oude Zelderrusten vanuit het IJsselmeer terug naar Nijmegen te slepen. Maar om die veerponten weer terug te brengen tot hun oorspronkelijke staat, gaat te veel tijd en geld kosten. Omdat ook de spoorbrug vernield is, moeten de treinreizigers improviseren. In de maanden mei tot november 1940 wordt het kleine stationnetje van Lent gebruikt als tijdelijk eindpunt van de treinen vanuit Arnhem. Dit kleine houten stationnetje uit 1882 was al sinds 1934 niet meer in gebruik. Het station ligt hoog op de spoordijk bij het begin van de vernielde spoorbrug. Reizigers stappen hier uit en lopen naar de veerdam. Als ze geluk hebben, ligt daar 1 van de veerponten klaar om hen naar Nijmegen over te zetten. In de stad moeten de passagiers dan met de tram naar het hoofdstation om daar hun treinreis te vervolgen. De treinreis Arnhem-Nijmegen bedraagt daarmee zo'n 1,5 tot 2 uur. De spoorbrug is in november 1940 alweer gerepareerd. De middelste boog van de spoorbrug is nu vervangen door een noodbrug met maar 1 spoor. Niet ideaal, maar beter dan niks. Het herstel van de Waalbrug duurt heel wat langer. Maar als ook die in 1942 weer hersteld is, is het echt gedaan met de Zelderrust. Dan heeft de Zelderrust pas rust. Maar nu voorgoed.